Oké, ik start. Speciale greepjes, heel eventjes. Olie aanbrengen. Nou, de effleurage kennen jullie allemaal, hè, vanuit de achterhoofdbeen. Met druk naar beneden. Wangenschapspier hier afnemen. Zonder druk ga ik terug. Ik til het hoofd op. Mijn handen draaien. En als mijn handen draaien, hangen ze als het ware aan dat achterhoofdbeen. Met dat ik achteraan dat achterhoofdbeen heb, ga ik eigenlijk trekken en duwen. Dus hoe ziet dat uit? Ik kom terug. En ik ga trekken achter mijn hoofd. Duimen doen niks. En ik trek. Met dat ik ben aan het trekken en aan het duwen aan het achterhoofdbeen, schuif ik dat hoofd naar één kant. Als het naar één kant is, laat ik hem op mijn hand vallen. Dan ga ik met mijn platgrif over de knok. En dan kom ik terug. Platgrif. Dus ik heb echt de achterzijde van de spieren heb ik vast. Hè? Dan stop ik hier. Ik leg mijn hand hier neer. En ik duw de schouder omlaag. En het hoofd trek ik aan. En ik ontspan. En dat gaat nu gelijktijdig. Hoofd trek ik aan. En ik duw de schouder omlaag. En nog een keer. En ik kom weer terug. Platgrief. Op mijn schouder. Duw. En nou doe ik het om en om. Ik duw de schouders. Laat de schouders los. En ik trek en het hoofd. Platgrief. Duw en trek tegelijkertijd. En om en om, schouders, hoofd, schouders, hoofd, schouders, hoofd. Ik haak weer af naar de rotaties. Effleurage naar beneden. En ik ga tot aan het BH-bandje. En dan duw ik de rechterhand de diepte in. En dan de linkerhand de diepte in. Dus wat doe ik eigenlijk? Dit. Gelijktijdig doorschuiven. Dit. Gelijktijdig doorschuiven. BH-bandje. Rechts. Links. En gelijktijdig. En ik schuif door. Rechts. Links. Gelijktijdig. En doorschuiven. Een keer naar het hoofd. En de hand.